Amsterdam. Meneer Koenen, 770 is een mooi rond getal. Klopt de rekening ook? De rekening klopt niet. Hoe ver bent u geraakt? 768. 768. De rekening klopt. De rekening klopt bij meneer Voordekker. 100 maal 8 is 800. 100 maal 8 is 800. 75 min 6 maal 9. 6 maal 9 is 54. Ja? Dus 75 min 54 is 21. Plus die 9, die rest, is 30. 800 min 30 is 700. Dat is perfect. Ja. Ja. Mooi, heel mooi. Tina, een terecht applaus daarvoor. Stand 1825. We gaan naar de letters, meneer Voordekker. Medeklinker. Ik heb een R voor u. Klinker. En een O. Klinker. En een I. Medeklinker. En een B. Klinker. E. Medeklinker. G. Medeklinker. N. Medeklinker. V. En een klinker. En een A. Meneer Voordekker, hoeveel letters? Ik zou het nu moeten weten. Ja, ik heb er maar vijf. Vijf? Zes. Zes is beter. Graven. 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 Ah ja. Graven. Meervoud van een graaf ook in het, ja, in het werkwoord. Of meervoud van ja, graf of graaf. Ja. Graven. En dat is goed voor zes punten. Ja. Ook de braven komt. De braven. Ook de braven kon en er zat ook in, maar ja, wij zijn van Gent en wij weten dat. Er zat ook in begon. En dan zat er ook nog in de begonia. De begonia. Ja. Dat is een beetje mooi, hè? Goed, de stand op dit ogenblik is 24-25, dus het blijft bijzonder spannend. We blijven bij de letters en de beurt is aan meneer Koenen. Een medeklinker. Een S. Klinker. Een I. Een medeklinker. T. Medeklinker. S. Klinker. E. Medeklinker. F. Klinker. Een U. Medeklinker. N. En een medeklinker. En een T. Ik heb niet het gevoel dat er heel veel mogelijkheden zijn, meneer Koenen. Zes letters. Dat zal veel zijn, denk ik. Kan dat beter, meneer Voordekker? Ik heb er zeven. Aha.
Zij futsten. Futsten? Ja. En wat is futsen? Nou, het werkwoord futsen. Futsten? Ja, we gaan eens kijken, ja, hoor. Futsten? Van futsen dus, hè? Ja. Waarschijnlijk, ja. Futselen bestaat. Verleentijd futselde. Ja. Maar futsen staat niet bij mij. En bij mij staat dat dus ook niet. Ook niet. Een fust bestaat, een fust. Ja, is een vat wijn, ja. Maar... Fusten? Nee, bedoel je futselen dan iets komen en zo? Is ja, dat? Ja. Nee. Staat niet vermeld. Nee, nee, en nee, nee, een geschenk van 7 punten voor meneer Koen. Nee. Ja. 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 Ja, daarentegen, voor evenveel geld zat er stiften in. Zie je hem? Stiften. Ah ja. Maar goed, dat betekent dat dat toch een beetje verandert aan de score op dit ogenblik. Kijk maar eens, de score is nu 25-31. We gaan naar de cijfers en de beurt is aan meneer Voordekker. Vierde rij. De vierde rij. Eerste rij. Eerste. Tweede. Tweede. Derde. De derde. Vierde. De vierde. En de eerste. En de eerste rij. Ik heb 50, 4, 8, 1, 25 en 2. En daarmee maken we 913. En dat is geen weggevertje, die laatste rekening, meneer Voordekker. Ik heb 925. 925, meneer Koenen. Dat heb ik ook. Dan is het de beurt aan meneer Voordekker om te zeggen hoe we 925 maken. 50 maal 2 is 100. 50 maal 2 is 100. Maal 8 plus 1. Ja? Is 9. Is 900. Is 900. Plus 25 is 925. Ja, dat is 6 punten en het zat er misschien wel in. Mag, heb ik nog eentje? Even snel, even snel, ja. Dus 25 plus 2 is 27. 8 maal 4 is 32. Nu ga ik dat snel eventjes. 54, 81, 8, 64. En dan heb ik nog 50 min 1 is 49. En als ik dat samentel, heb ik 913. Ja. Heel mooi. En dat betekent dat meneer Voordekker er zijn 6 punten heeft bijgekregen. En wat zien we nu? De einduitslag is 31-31. Dat betekent, heren, ik zeker dat we de partij gewoon verder spelen. Morgen. Ik hoop dat we elkaar terug mogen zien. Dat de zenuwen een klein beetje beter zijn, meneer Voordekker. Ja, ja, ja. Is het een beetje beter? Ja, ja, ja. Oké, dat doet me veel genoegen. Dus deze spannende strijd morgenavond terug hier op VTM in Cijfers en Letters. Toch een goede avond. Thank you.